Vandaag wordt het beslist of Donald Trump mag zijn verblijf in het Witte Huis verlengen of Joe Biden wordt de nieuwe president van de Verenigde Staten. Al de hele dag staan miljoenen Amerikanen in de rij om hun stem uit te brengen. I voted for the greatest president in history, Donald J. Trump. Biden Harris, and I don't even have the time to explain why. We gaan live naar Björn Soenes in Washington, Tom van de Wegen in Delaware, Thomas de Grave in Michigan en Veerle de Vos in Florida. In Oostenrijk heeft de politie al 15 verdachten opgepakt na de aanslag van gisteravond. Een islamistische terrorist heeft in Wenen 4 mensen doodgeschoten. Ik heb niet geslapen. Mij gaat zo slecht, wirklich. Ik heb immer nog deze paniek. Er liggen in ons land al meer dan 1300 COVID-patiënten op intensieve zorg. Dat is het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie. En in de ronde van Spanje slaat de Sloveen Primož Roglič een dubbelslag. Hij wint de tijdrit en wordt de nieuwe leider. Het is 7 uur. Dit is het journaal met Martien Tange. Goedenavond. Het is D-Day voor de Verenigde Staten. Op dit moment zijn miljoenen Amerikanen aan het beslissen welke richting hun land de komende 4 jaar zal uitgaan. Verder op dezelfde weg met Donald Trump of op naar een nieuwe toekomst met Joe Biden. Van de oostkust tot de westkust, overal zijn de stembureaus open en er staan lange rijen. De Amerikanen voelen duidelijk aan dat deze verkiezingen zeer belangrijk zijn. Dit zijn live beelden uit Milwaukee in Wisconsin. Er zijn ook bijna 100 miljoen kiezers die hun stem al eerder uitgebracht hebben, onder meer per post. Het ziet er naar uit dat deze verkiezingen de hoogste opkomst in 100 jaar zullen kennen. Hey peeps, it is 6:16 in New York City. Het enthousiasme om te gaan stemmen is groot. Maandenlang kregen Amerikanen te horen dat dit misschien wel de belangrijkste verkiezingen ooit zijn in de VS. Maar hier in New York heeft huidig president Trump niet veel te winnen. I expect to see Biden win and Trump be dragged screaming by his fingernails from the office. I'm hoping we see some change, which is also what she said. De ogen zijn vooral gericht op de strijdstaten waar de uitslag een dubbeltje op zijn kant wordt, zoals hier in Florida. I voted for the greatest president in history, Donald J. Trump. All his deals and all his accomplishments in the Middle East, and he has the lowest unemployment in history, especially for blacks and Hispanics. I feel that he's going to have everything more under control than what Trump does. Trump is doing nothing for us. Biden en Trump strijden ook om de zwarte stem. In deze overwegend Afro-Amerikaanse buurt in Philadelphia is de voorkeur duidelijk. I'm not really a politic man, you know what I mean? I'm just voting because Donald Trump, man, he for the white people, you know what I mean? You know, I gotta take care of the black people. Ook in Minnesota, een andere swing state, staan lange rijen wachtende. I voted for Donald Trump because I like the policies that he's doing. I am especially very proud of the 400 miles of wall that he has built along the southern border. Toch is de keuze voor Trump of Biden niet altijd van harte. So I voted for Biden. I don't know, kind of lesser of two evils for me. I don't know, Trump was seems like he doesn't really care as much in office and doesn't necessarily care about being president, but more just like having the title. And so kind of the reason I went with Biden. Björn Soenes in Washington. De voorbije dagen zijn daar op verschillende plaatsen schuttingen aangebracht. Dat wijst op angst voor mogelijk geweld. Hangt daar nu spanning in de lucht? Hoe is het daar op deze belangrijke dag? Ik sta hier voor het Witte Huis en er is een zeer groot hek geplaatst rond het hele domein van het Witte Huis. Dat is nog nooit eerder voorgekomen om zo'n maatregel te nemen net voor de verkiezing. Dus je voelt wel dat er zenuwen, emoties in de lucht hangen. Achter mij zijn Jezus-liefhebbers aan het betogen, pro-Trump. Voor mij zijn het dan weer andere mensen die pro-Biden betogen. Dus het leeft enorm, Martien. Maar ja, dit is de uitkomst, denk ik. Deze democratische strijd is de uitkomst van een hele
bittere campagne. Amerika, dat voelen mensen duidelijk aan, staat op een tweesprong. Het ene Amerika of het andere Amerika, terug in de tijd of een nieuw Amerika. Dat is een hele belangrijke keuze. Het is geen schoonheidswedstrijd tussen of Biden of Trump, die lichtjes van mening verschillen. De keuzes konden niet sterker uit elkaar lopen. Maar de sfeer is gespannen. Middenstand die alles dichttimmert. Dat wijst er toch op dat ze bang zijn voor de afloop bij deze of gene uitslag. En is de president daar? Weet je dat? Waar gaat hij de verkiezingsnacht doorbrengen? En heeft hij al iets gezegd vandaag over wat hij verwacht? Wel, vanmorgen heeft hij gesproken via de telefoon bij Fox & Friends en hij klonk daar bijzonder vermoeid, heel hees. Hij sprak veel lastiger dan hij normaal doet op zijn campagnerally gisteravond. Laat, hij heeft er 5 gedaan en zag hij er ook vermoeid uit. Hij is ook duidelijk aangekomen. Komt dat door de steroïden die hij gekregen heeft als covid-patiënt. Mag niet vergeten, 4 weken geleden lag hij nog in het ziekenhuis en nu heeft hij aan een moordend tempo campagne gevoerd. Dus vandaag houdt hij het rustig. Hij is nu naar het Republikeinse hoofdkwartier hier in Arlington, Virginia, dat is eigenlijk ja, een paar kilometer hier verderop. En dan komt hij in het Witte Huis, de uitslagen volgen, geen activiteit. En heeft amper getweet vandaag. Heeft ook al wel gezegd dat hij geen spelletjes zal spelen door voortijdig de overwinning te verklaren. En dan gaat hij pendelen, Martien, tussen het Witte Huis en het Trump Hotel. Dat is 500 meter die kant uit. En gaat hij pendelen en dan houdt hij, als alles goed gaat, een bijeenkomst met 250 genodigden in het Witte Huis, omdat dat in zijn hotel niet mocht door covid-maatregelen. Maar kijk, hij is er gerust op, zegt hij. Hij denkt dat de overwinning groter zal zijn dan in 2016. En zijn woordvoerster zei zelfs, het wordt een landslide, een verpletterende overwinning. De peilingen wijzen in een andere richting. Vanavond of vannacht, jullie tijd, zullen we weten of dat klopt of niet. Dankjewel, Björn. We schakelen door naar Wilmington bij Tom van de Wegen. Wilmington in de staat Delaware, dat is de woonplaats van Joe Biden. Jij staat aan een stembureau en de opkomst, die is bijzonder belangrijk. Die kan doorslaggevend zijn. Is het daar druk? Wel, je ziet het achter mij, Martien. Het is niet echt druk aan dit stembureau. Alles is tot nu toe ook overal vrij rustig verlopen. Ik sprak daarnet met een aantal mensen hier die zeiden dat al heel veel stemmen vervroegd of per post zijn uitgebracht. Historische cijfers daar. En daar heeft het coronavirus ook veel mee te maken natuurlijk. Mensen willen de drukte vermijden. Kijk, dit is ook Biden-territorium hier. Hij woont hier ook een paar kilometer verderop. Dus traditioneel vooral heel veel democratische kiezers die hier wonen. Delaware is alvast één van die staten die Biden met een gerust hart op zijn naam mag schrijven. Zoveel is duidelijk, Martien. Ja, de peilingen die geven al weken een voorsprong aan voor Biden. Hoe zou de overwinning toch nog naar Trump kunnen gaan? Want die is er ook helemaal gerust op. Wel, alweer, dat hangt allemaal af van de opkomst van het aantal kiezers dat Trump vandaag nog achter zich kan scharen. Hier in het Biden-kamp zijn ze zich daar heel goed bewust van. Hè. Je hoort de zenuwen tot hier gieren bijna, want ze zitten nog altijd met die kater van 4 jaar geleden. Hè, toen de peilingen ook winst voor Hillary Clinton voorspelden. Maar hoe je het ook draait of keert, Martien, de weg naar dat Witte Huis voor Joe Biden is heel goed mogelijk. Als hij een aantal strijdstaten achter zich kan scharen. Staten zoals Michigan, Wisconsin. Hij ligt daar bijna 12% voor. Of Pennsylvania, dat is die fabrieksgordel waar ze normaal altijd democratisch stemmen en die Trump 4 jaar geleden dus nipt afpakte van de democraten, komen vandaag daar massaal veel Trump-stemmers opdagen, dan kan dat de kansen van Biden nog alsnog keren en moet hij hier straks zijn nederlaagspeech in plaats van zijn overwinningsspeech komen geven. Maar vergeet niet, Trump moet ook een aantal andere strijdstaten winnen waar hij nog altijd achterop ligt. Dus het blijft een nagelbijter, Martien, meer dan ooit. Dankjewel, Tom. We gaan vannacht en morgen nog veel terug naar je toe komen. Tot het allerlaatste moment hebben Donald Trump en Joe Biden nog campagne gevoerd. Ze kozen alle twee voor zogenoemde swing states, kantelstaten, waar ze volgens de peilingen dicht bij elkaar liggen en waar de uitslag dus beslissend zal zijn. In Amerika wordt je president door in zoveel mogelijk staten apart te winnen. En in een aantal van die staten wordt het zeer spannend. Daarom koos Donald Trump ervoor om op zijn laatste campagnedag maar liefst 4 van die swingstaten aan te doen. Zijn allerlaatste rally deed hij net als 4 jaar geleden in Michigan, waar hij toen verrassend won en nu dreigt te verliezen. When you draw crowds like this,
This is not the crowd of somebody that's going to lose the state of Michigan. This is not. Hey, look at this crowd. You can't even see the end of it. You can't even. This is not the crowd of a second place finisher. Do you agree with that? Ook Joe Biden koos voor strijdstaten op zijn laatste campagnedag. Zijn allerlaatste bijeenkomst was in Pittsburgh, Pennsylvania, een zeer belangrijke staat die vorige keer naar Trump ging. Tomorrow is the beginning of a new day. Tomorrow we can put an end to a presidency that has left hard-working Americans out in the cold. Tomorrow we can put an end to a presidency that has divided this nation. And fan the flames of hate. Tomorrow, we can put an end to a presidency that has failed to protect this nation. Het is een van de meest polariserende verkiezingen in jaren en de angst voor geweld is groot. In Washington worden winkelruiten gebarricadeerd en zijn er speciale hekken geplaatst rond het Witte Huis. Er is intussen al een eerste uitslag bekend, zoals elk jaar die van de piepkleine gemeente Dixville Notch in New Hampshire. Daar gingen om middernacht lokale tijd 5 mensen stemmen. Voor president. We hebben 5 votes voor Joe Biden. 4 jaar geleden hingen hier nog 2 stemmen naar Trump. De meeste peilingen voorspellen dat hij zal verliezen, maar dat deden de peilingen in 2016 ook. Het woord is al een paar keer gevallen. De swingstaten, die moeten we dus vooral in de gaten houden om te weten wie er gaat winnen. Bert de Vroei, waar in Amerika precies liggen die kantelstaten of strijdstaten? Dat gaan we tonen aan de hand van dit scherm, Martin. Dit is eigenlijk het scherm waar we de boekhouding gaan doen, waar we de inventaris gaan maken, volgende nacht, morgen misschien, de komende dagen, als het allemaal lang duurt, van wie er waar wint in welke staat. En natuurlijk straks, als het begint, dan zetten we die hele kaart weer op wit. Maar we hebben nu toch al even aangegeven die staten waarvan we eigenlijk zeker zijn wie er zal winnen. En dan zie je dat de blauwe staten aan de westkust en ook in het noordoosten, rond New York en zo, die gaan... Of er moet een mirakel gebeuren, maar die gaan gewonnen worden door Joe Biden. De rode staten daarentegen, die vaker in het binnenland liggen, daar zijn we eigenlijk zo goed als zeker van dat die naar Donald Trump gaan. De staten die we nog niet hebben ingekleurd, dat zijn de swing states. Ja, ik zie veel meer rood dan blauw op de kaart. Is het dan al een gelopen en een gewonnen race voor Trump? Staat nee, hij er nee, nee. Dat, zoveel beter voor? Dat bedriegt een beetje, want die... Die typische republikeinse staten, of waar Trump zo goed als zeker zal winnen, die liggen in het binnenland, maar dat zijn grote staten qua oppervlakte. Maar daar woont weinig volk. Neem nu een staat als Wyoming. Daar wonen eigenlijk maar 600.000 mensen ongeveer. En dat levert Trump in dat fameuze kiescollege maar 3 kiesmannen op. Maar als je dan bijvoorbeeld kijkt naar een staat als New Jersey, bij New York daar, hier gelegen, eigenlijk heel klein. Ik moet al moeite doen om erop te drukken. Het is me zelfs niet gelukt. New Jersey. Kijk, dan zie je dat dat meteen 14 kiesmannen oplevert. En als je dan de optelsom maakt van de kiesmannen die Biden eigenlijk al voor de verkiezingen goed en wel beginnen zo goed als zeker op zak heeft, dan zie je dat Biden al op 213 kiesmannen staat en Trump op 126. Ja. En welke zijn de belangrijkste van die swingstaten die we in de gaten moeten houden? Wel, dus de rest van die staten, daar zijn ook nog heel veel kiesmannen te verdienen in die swingstates. Dat gaat om Nevada, Arizona. Texas is dit jaar een swingstate, dat is wel heel bijzonder. Was altijd een stevig republikeins bolwerk. Net als Georgia is eigenlijk ook een swingstate. Florida is natuurlijk de bekendste, North Carolina. En dan deze hele strook hier in het noordoosten, te beginnen met Pennsylvania, heel belangrijke swingstate. Dat gaat dan tot de Midwest, Minnesota, Wisconsin, Iowa, Ohio natuurlijk. En tenslotte Michigan. Spannend. Dank je wel, Bert. We gaan nu naar Amerika. Naar 2 van die swingstaten. Bij Thomas de Graven in Michigan en Veerle de Vos in Florida. Thomas, ik begin bij jou. In 2016 heeft Donald Trump daar nipt gewonnen. Wat zijn de verwachtingen er nu en wanneer gaan we iets weten? Ja, de voorsprong van Trump in 2016 was zeer nipt. 10.000 stemmen in deze hele staat. Maar daarmee won hij wel
heel verrassend een heel belangrijke staat. 16 kiesmannen, maar ook deel van die democratische muur. De staten die normaal gezien democratisch stemden en die dan toch voor Trump gingen en waardoor Hillary eigenlijk die verkiezing verloor. Hoe staat het er nu voor? Wel, Biden leidt hier in de peilingen. Met 8-9% kan je zeggen, ja, het zijn peilingen, dat kennen we. Maar zijn voorsprong is iets groter dan die van Hillary Clinton in 2016. Zijn voorsprong is ook iets stabieler dan die van Hillary Clinton in 2016. En als we dan kijken naar de opkomst, achter mij zie je het, een vrij goede opkomst. Geen superlange rijen, maar je moet inderdaad ook wel rekening houden met het feit dat heel veel mensen al op voorhand hebben gestemd door de COVID-19-crisis. Ongeveer 2/3 van alle mensen die in 2016 stemden, hebben al gestemd in Michigan. In de grotere steden is er een grotere opkomst. Is de race gelopen? Ja, dat zullen we moeten zien vanavond of vannacht of zelfs pas de komende dagen. Want al die stemmen van de mensen die al gestemd hebben, die mochten pas vandaag geteld worden. Dus heel die hoop stemmen moet geteld worden vanaf vanmorgen. En ze verwachten toch dat dat enkele dagen kan duren. Dank u wel, Thomas. We gaan naar Veerle de Vos in de zonnige staat in het zuiden, West Palm Beach, Florida. Ook daar heeft Trump in 2016 gewonnen. Het is een zeer belangrijke staat, Florida, om niet te zeggen de belangrijkste om in de gaten te houden. Waarom eigenlijk? Ja, omdat dit traditioneel de staat is waar de verkiezingen bepaald worden. Het is een grote staat, Florida, met 29 kiesmannen. Dat is heel wat. En ja, 4 jaar geleden hebben ze hier voor Trump gestemd, dat klopt. Maar de 2 keer daarvoor hebben ze voor Obama gestemd. En de 2 keer daarvoor voor Bush, een republikein. Ja, dat maakt dus eigenlijk dat het... het is een onvoorspelbare staat. Traditioneel zeggen ze hier, 50 jaar lang al, stemmen de kiezers in Florida voor de kandidaat die uiteindelijk ook president wordt. En daarmee is het de grootste en de belangrijkste swing state. En een paar dagen geleden was ik hier op een rally van Donald Trump. En die zei toen zelf, ja, if we win Florida, we win the whole thing. Dus symbolisch is het heel erg belangrijk. Hoe komt dat? Ja, het is hier een heel diverse staat. Je hebt hier steden zoals Miami en Tampa, waar mensen traditioneel democratisch stemmen. Maar je hebt ook heel wat mensen van Cubaanse afkomst die dan eerder republikein stemmen. En je hebt heel veel inwijkelingen. Senioren bijvoorbeeld, die omwille van het milde klimaat hier naar hier verhuizen. En dat maakt het allemaal eigenlijk heel erg onvoorspelbaar. Ik heb dat eigenlijk zelf ook kunnen merken de afgelopen dagen. Ik heb het niet echt geteld, Martien, maar bij de tientallen mensen die ik gestemd heb, heb ik het gevoel dat ik eigenlijk exact evenveel Trump-kiezers heb geïnterviewd als Biden-kiezers. Het wordt dus heel erg spannend hier. En het klopt dat iedereen enorm zal uitkijken naar de uitslag in Florida. Wanneer die bekend is, weten we niet. Want natuurlijk, hoe nipter, hoe nauwer het resultaat er is, hoe langer het zal duren. Dank je wel, Veerle. In Amerika zelf natuurlijk, maar ook hier is het alle hens aan dek. Dag Riad Bari in onze webstudio. Die hoop ik nu te zien op de redactie. Jij gaat er vanaf 12 uur de nacht in. Wat mogen we daar en op al onze platformen van VRT Nieuws verwachten? Wel, Martien, we hebben onze hele redactie in een toepasselijk Amerikaans kleedje gestoken. Zoals je kan zien, wij beginnen er inderdaad aan om middernacht, na een heel lang extra laatavondjournaal van 11:15 tot middernacht. Aan deze lange tafel, die heel coronaveilig is, een 2 meter lange tafel, gaan we een aantal gasten ontvangen de hele nacht om te praten over die verkiezingen. Maar we gaan vooral gaan praten met de Amerikanen zelf. We hebben heel wat lijnen liggen met Belgen die in de VS wonen, die mogen stemmen. Maar ook met Amerikanen die fan zijn van Trump of Amerikanen die fan zijn van Biden. We volgen natuurlijk, en dat is het belangrijkste, Martien, de resultaten, want het zal een spannende nacht worden. We hopen vanaf 1-2 uur deze nacht toch een aantal resultaten te krijgen. We gaan de mensen thuis die in de zetel zitten, in bed zitten, aan de keukentafel kijken deze nacht goed opwarmen, want vanaf 4 uur deze nacht ga ik dan het woord teruggeven aan die stoel waar jij op zit, want tegen dan is Hanne de Kuiter fris en monter opgestaan om een lang journaal te presenteren van 4 uur deze nacht, Martien, tot 10 uur morgenochtend. Voor wie liever de radio heeft, die kan de hele nacht naar onze radiozenders luisteren voor extra informatie. Onze website is permanent bemand de hele nacht en ook morgen de hele dag. Kortom, voor iedereen, wat wil ze de komende spannende nacht en spannende dagen, Martien? Ja, en voor iedereen die niet kan slapen, welkom bij ons. In een ziekenhuis in Seraing bij Luik zijn sinds vanochtend militairen aan de slag. Ze helpen er bij de verzorging van covid-patiënten. Straks een verslag. Eerst gaan we naar de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Daar heeft een sympathisant van terreurgroep IS gisteravond 4 mensen doodgeschoten.
De politie gaat er nu vanuit dat er geen tweede schutter was, maar heeft wel al 15 arrestaties verricht. De dader had het vuur geopend op 6 verschillende plekken in de buurt van de synagoge in de Seitenstettengasse in het centrum van Wenen. Hij werd al snel zelf door de politie doodgeschoten. De inwoners van de hoofdstad waren op dat moment aan het genieten van een laatste avond op een terras voor de coronalockdown enkele uren later zou beginnen. Het was omstreeks 8 uur gisteravond toen schoten weer klonken in het centrum van Wenen. Het was een warme avond en enkele uren later zou een lockdown van start gaan. De bars en restaurants zaten vol. Een bewoner van een appartement filmde de schutter in actie. De politie schoot de schutter dood. We wisten eerst niet wat dat was. Op einmal sind alle Leute gerannt, weil da saßen noch andere Menschen draußen, die sind auch gerannt und dann standen wir noch kurz da, weil wir nicht wussten, ob das Schüsse waren oder irgendetwas anderes. Und dann war es nochmal und näher und dann sind wir ganz weggerannt. Het speelde zich allemaal af in de omgeving van de synagoge. De rabbijn zag alles gebeuren. On hearing some shots downstairs, I looked down the window and I saw the attacker running into various bars and restaurants which are lined up on our street, and people running away, and this one or two attackers chasing them all over the street. De dader is een 20-jarige man met een Noord-Macedonische achtergrond. Hij was ooit al veroordeeld voor terrorisme omdat hij had geprobeerd zich aan te sluiten bij IS in Syrië. Het was een aanslag aus Hass op onze grondwaarden. Aus Hass auf unser Lebensmodell, aus Hass auf unsere Demokratie, in der alle Menschen an Rechten und Würde gleich sind. Vanmiddag luiden de kerkklokken ter ere van de slachtoffers. Sehr verstörend auf jeden Fall. Ich hätte es nie erwartet von der sichersten Stadt der Welt, dass so eine Situation hier. Wichtig ist nach, für mich ist nach vorne schauen. Ja. Wir dürfen uns von sowas nicht beeinflussen. Das ist unsere Stärke. Genau. Ja. President Van der Bellen en kanselier Kurz legden kransen neer naar beide plaatsen van de aanslag. Steven de Kranen in Wenen, wat heeft het onderzoek intussen al opgeleverd? Wel, Martin, eerst zeggen dat net voor 7 uur het nieuws binnengekomen is dat terreurorganisatie Islamitische Staat, IS dus, de aanslag heeft opgeëist. Er is ook een filmpje verschenen met de dader die gisteren door de politie is omgebracht, waarin hij trouw zweert aan IS dus. De aanslag van gisteren is opgeëist. En het onderzoek spitst zich nu vooral op die dader. En wat blijkt, ja, 18 huiszoekingen toch al vandaag in Oostenrijk bij vrienden en mensen uit zijn omgeving. 15 mensen opgepakt. En nu moeten ze achterhalen in hoeverre zij op de hoogte waren van wat die man allemaal gedaan heeft gisteren. Maar misschien nog interessanter dan dat is het profiel van de dader. Je hoorde het al, 20 jaar, heel jong, geboren in Wenen. Heeft zowel een Oostenrijks als een Noord-Macedonisch paspoort. En wat blijkt, vorig jaar veroordeeld tot 22 maanden cel, maar is vervroegd vrijgekomen eind vorig jaar onder voorwaarden. Hij moest een deradicaliseringsprocesprogramma volgen. En hij gaf de indruk dat hij opnieuw zich wou integreren in de maatschappij. En, zo zegt de minister van Binnenlandse Zaken nu, hij heeft ons om de tuin geleid. Met andere woorden, hij gaf de indruk dat hij opnieuw de draad wou opnemen van een normaal leven. Maar hij bleef een radicale islamist die iedereen om de tuin heeft geleid om dan die aanslag hier te plegen. Ja, nu, voor de gemoedsrust van de inwoners van Wenen is het nu helemaal zeker dat er geen medeplichtigen meer op de vlucht zijn. Wel ja, dat is inderdaad moeilijk om te zeggen, want op de persconferentie zei de minister van Binnenlandse Zaken: we sluiten voorlopig niet uit dat er gisteren meerdere daders waren, maar op dit moment wijst niks erop dat er meer dan één schutter was. Dus het is een beetje een slag om de arm houden. En dat komt omdat er heel veel getuigen waren die in die verwarring gisteren verteld hebben dat ze meerdere schutters zagen. Maar je mag natuurlijk niet vergeten, dit is een heel kleine binnenstad. Op 6 verschillende plaatsen hebben ze dus schietpartijen gehoord. Dat is allemaal heel snel verlopen, binnen 9 minuten. Maar nu denkt de politie, door de analyse van heel veel videobeelden, heel veel foto's, want ze hebben gevraagd aan alle mensen hier die beelden hadden van de aanslag gisteren, om die up te loaden naar de politie. En voorlopig is er geen spoor van een tweede dader. Dus je moet nog voorzichtig zijn, maar het lijkt er voorlopig op dat het maar om één dader ging. Ja. En ja, zie je daar nu dingen die anders zijn dan anders in Wenen? Zijn daar extra veiligheidsmaatregelen genomen?
Wel, Martien, het is een heel aparte sfeer. Het is natuurlijk de lockdown sowieso. Dus waar wij hier staan, in Eerste Bezirk, zeg maar, het historische centrum, mocht niemand buiten komen van de overheid om die veiligheidsperimeter niet in gevaar te brengen. Komt die lockdown daarbij. Scholen zijn vandaag ook dichtgebleven. Maar wat je zag, wij staan hier aan de Stefansdom, zeg maar, het centrale punt in Wenen. Heel veel politie, want om 6 uur, een uurtje geleden, was er hier een plechtigheid voor de slachtoffers, waar ook bondskanselier Koerts aanwezig was. Je zag heel veel politie hier. En dan plotseling kwamen zo'n 100 moslims toch naar dit plein om met een kaarsje gebeden op te zeggen voor de slachtoffers. Dat was een mooi teken. Maar aan de andere kant merk je aan alles dat dit land in de hoogste terreurfase zit. De grenzen worden beter gecontroleerd. Op de luchthavens zijn er heel veel controles. En het is niet alleen in Oostenrijk, het is in volledig Europa. Want ook Groot-Brittannië heeft het terreurniveau opgedreven tot zeer ernstig. Wat wil zeggen dat een aanslag zeer waarschijnlijk zou kunnen zijn. Dus je kan wel zeggen dat Europa opnieuw in de ban is van terreur. Dank je wel, Steven. Na de aanslag in Wenen wordt ook in ons land bekeken en is er bekeken of er extra veiligheidsmaatregelen moeten komen. Momenteel staat het terreurniveau op 2. Dat betekent dat een dreiging gemiddeld en weinig waarschijnlijk is. En voor iets meer uitleg gaan we naar Helen Goedgebeur. Het terreurniveau wordt dus voorlopig niet verhoogd, hebben we gehoord. Gaat men er dan vanuit dat er geen gevaar is? Wel, er zijn alleszins geen concrete aanwijzingen dat er een aanslag in ons land zou plaatsvinden zoals in Oostenrijk het geval was. Dat zegt het OCAT, dat de dreiging in ons land analyseert. Wat wel zo is, in Antwerpen, in de Joodse wijk, daar is er wel meer politie ingezet. Meer veiligheidsmaatregelen, een verhoogde waakzaamheid daar. Geldt ook terreurniveau 3. Ja, en dan volgt logischerwijze de vraag, wat dan met de rest van het land? Moeten daar dan ook geen extra maatregelen volgen? Morgen is daarover een overleg tussen de Veiligheids- en Inlichtingendiensten in ons land en onze minister van Justitie, maar die staat vanavond al bij ons. Goedenavond, minister Vincent van Quickenborghe. Concreet, wat ligt er morgen op tafel? Welke maatregelen kunnen er komen? Well, morgen gaan de veiligheidsdiensten de situatie analyseren. Dat is belangrijk. We gaan doen wat nodig is om echt concreet in de details te gaan voor de maatregelen genomen worden. Dat is moeilijk. Hè? Dat denk ik ook moet ook de veiligheid garanderen. Maar wat we wel zien is dat er toch een toegenomen activiteit is van extremisten op sociale media. Naar aanleiding van wat er gebeurd is in Frankrijk, nu ook in Oostenrijk, die garen spinnen uit al datgene wat er gebeurt. Ik denk dat we zeer waakzaam moeten zijn op sociale media om eventueel aan vroeg detectie te doen en mensen te kunnen opsporen die dat soort aanslagen zouden beramen. Ja, hoe gaan jullie dat dan concreet doen? Want die eenzame wolven die misschien kopieergedrag gaan vertonen, hoe houden jullie die in de gaten? Daar waar dat in 2015, 2016 het vooral een zaak was van uitgestuurde commando's, zit je nu inderdaad met die, ja, laten we zeggen, extremistische individuen. Dat maakt het werk voor de veiligheidsdiensten niet makkelijker. Hè. Wat moeten we doen is vroegdetectie. Dat betekent in een vroeg stadium detecteren of iemand aan het radicaliseren of iemand extremistisch wordt. En daar hebben we gelukkig sinds de aanslagen van 2016 in ons land een veiligheidscultuur geïnstalleerd waar dat er heel veel informatie wordt uitgewisseld tussen de verschillende diensten. En dat zorgt ervoor dat er een betere doorstroming is van informatie. Ja, en gaat daar nu nog meer op ingezet worden? Absoluut. Ik denk dat dat absoluut een van de grote prioriteiten is. Dat doen we sowieso al. Er zijn diensten die erop werken, maar ook samenwerken met het buitenland, met onze partners, met de Verenigde Staten, met Europa, is cruciaal op dat moment. Ja, heel kort nog, het Verenigd Koninkrijk. Je heeft wel gekozen voor het op 1 na hoogste terreurniveau. Waarom wij dan niet? Wel, omdat wij in ons land zijn het niet de politici die het dreigingsniveau bepalen. Het is het OCAT, zoals u zelf heeft gezegd. Op dit ogenblik is er geen concrete aanwijzing dat er iets op til is. Maar het OCAT analyseert uur na uur, dag na dag. En als daar eventueel toch een aanwijzing zou zijn, dan zullen ze niet aarzelen om dat niveau op te schalen. Oké, dank u wel, minister Vincent van Quickenborghe. Morgen overleg dus en dan wachten of er nieuwe maatregelen komen. Dank u wel, Helen, voor het gesprek. Hoe lang is die toestroom nog beheersbaar? Ik denk niet meer lang. Ik denk dat we tegen volgende week echt in de problemen gaan geraken als de toestroom zo blijft komen. Op intensieve verzorging raken meer en meer bedden bezet. Er hebben nu meer coronapatiënten intensieve zorg nodig dan tijdens de eerste golf in het voorjaar. In het Universitair Ziekenhuis van Gent liggen nu al meer dan 50 mensen met COVID-19 op intensieve. De drukte en de stress voor het personeel zijn bijzonder groot. 6 mensen staan rond het bed van een oudere man die enkele dagen geleden is opgenomen met COVID-19. Hij kan niet meer zelfstandig ademen en moet naar intensieve.
De artsen en verpleegkundigen plaatsen een buisje in de luchtpijp om hem te beademen. Maar intussen stroomt het ziekenhuis verder vol. Vorige week waren we al uitgebreid naar het brandwondencentrum en dan naar de intensieve zorg cardiologie. Nu gaan we 8 extra bedden openen op de postoperatieve ruimte die we samen met onze collega's anesthesisten gaan beheren. Na een kwartiertje is de intubatie geslaagd en komt het personeel opgelucht buiten. Nu start eigenlijk het moeilijkste. De tube plaatsen is op zich ook een moment van stress, maar de beademing op zich, of dat die gaat aanslaan of niet, is altijd een beetje afwachten. En wat verder liggen alle bedden intussen vol. Marissa, ja? Er zijn hier minstens 10 personeelsleden nodig om 1 patiënt de klok rond te verzorgen. Artsen en verpleegkundigen van andere diensten komen helpen. Collega's van het operatiekwartier onder andere, van de recovery. Dan hebben we ook nog collega's van hartbewaking die bijspringen. Ook zelfs collega's van gewone afdelingen die ook kleinere taakjes kunnen doen. Waar dat we nu echt ons zorgen over maken, is natuurlijk echt die kwaliteit die we moeten blijven garanderen. En nu is dit niet meer mogelijk zoals vroeger. We zitten duidelijk buiten onze comfortzone. En dan groeit de frustratie. Hoe is het opnieuw zover kunnen komen? Zeer veel frustratie. Zeer veel boosheid. Boosheid omdat er geen keuzes gemaakt zijn in het verleden. Deze keer is natuurlijk wel... we weten waar we aan beginnen. Het liggen al meer patiënten dan de vorige keer. Maar we moeten erdoor. Ja. In ziekenhuizen in Luik heeft het leger intussen militairen ingezet om covid-patiënten te verzorgen die bijna weer naar huis mogen. De ziekenhuizen hadden zelf om de extra hulp gevraagd, omdat hun covid-afdelingen overvol liggen. In Serrain zijn de eerste militairen al aan de slag en ze blijven er zeker 4 weken. Die zuurstofflessen, die moet je beneden op de spoed gaan halen. Aan het onthaal van de spoed. Wat onwennig met een camera in de buurt, geeft kapitein Smet zijn manschappen de laatste richtlijnen voor ze straks aan de slag gaan. De militairen gaan hier zelf een extra COVID-afdeling voor 25 patiënten leiden. Een afdeling waar patiënten opgevangen zullen worden die aan het einde zijn van hun hospitalisatietraject, nog niet voldoende gezond om direct naar huis te gaan, om ervoor te zorgen dat het aantal mensen dat thuis toch plots hervalt, verminderd wordt en dat we dus minder heropnames hebben. Alle militairen zijn arts of verpleegkundige van opleiding en werken in de medische diensten van Defensie. Tijdens een intensieve training leren ze de werking van het ziekenhuis beter kennen. Dat was nu hoofdzakelijk de persoonlijke beschermingsmiddelen aandoen. Dus deze kledij op de goede manier uittrekken. En dan het softwareprogramma. Het zal nog de moeite worden. Ja. We zijn dat ook niet gewoon. We zijn eigenlijk gewoon van een pre-hospital keer te werken. Nu is het in het hospitaal zelf. Dus dat is wel een hele aanpassing. Ook in andere ziekenhuizen in de regio komen militairen bijspringen om zo de druk op het gezondheidssysteem wat weg te nemen. In soins intensifs, on est à plus de 100% de taux d'occupation. On transfère tous les jours entre 10 et 15 patients. Principalement vers la Flandre, mais les hôpitaux flamands commencent aussi tout doucement à saturer. Et notre plan B, c'est l'Allemagne. Sinds vanmiddag is de afdeling afgesloten en wordt de eerste patiënt verzorgd. De cijfers die zijn nog altijd aan het stijgen, maar iets minder snel dan 2 weken geleden. Gemiddeld werden afgelopen week elke dag 666 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Het totale aantal in de Belgische ziekenhuizen staat op 7.231, ruim 400 meer dan gisteren. 1.302 van hen hebben intensieve verzorging nodig. Dat is het hoogste aantal sinds het begin van de uitbraak in ons land. En er sterven nu elke dag in België gemiddeld 123 mensen als gevolg van een besmetting met het coronavirus. En ook dat is weer een sterke stijging. In Oostende is een nieuwe muurschildering onthuld op een zijmuur van het stadhuis. Er staat een bekende Oostendenaar op afgebeeld. Wie, dat ziet u straks na de sport.
Dag Maarten. Ja, in de Ronde van Spanje is een tijdrit gereden. En de overwinnaar die kennen we nog van de Ronde van Frankrijk. Ja, het is feest in Slovenië, denk ik. Want Primoz Roglic heeft stevig uitgehaald. Hij reed vandaag een heel andere tijdrit dan toen op het einde van de Ronde van Frankrijk. Toen hij het geel verloor aan zijn landgenoot Pogacar. Dit keer won Roglic de race tegen de tijd. En hij veroverde opnieuw de rode leiderstrui. Carapaz, de vorige leider, kreeg een tik en staat in het klassement nu tweede op 39 seconden van Rode Roglic. De Belgen zijn amper meer dan een voetnoot in deze tijdrit. Er werd veel verwacht van Tim Wellens, maar bij de fietswissel onderaan de nijdige slotklim zie je al dat het geloof in een glansprestatie weg is. Hij wordt 30ste en eerste Belg. De Amerikaan Will Barta is de verrassing van de dag. Hij zet de snelste tijd op de tabellen en zelfs de meeste van de favorieten bijten er zich de tanden op stuk. En dan de vier renners die strijden om de eindzege in deze Vuelta. Ze staan op een zakdoek samen, maar Dan Martin mogen we vanaf vandaag schrappen. Hij verliest 1 minuut en 17 seconden. De Brit Hugh Carty steekt in bloedvorm. Dat bewijst hij nog eens met een vierde tijd vandaag in de tijdrit. Hij blijft meedoen op de eindwinst. Er komt nog een bergrit en hij kan goed klimmen. Primoz Roglic hoopt vandaag zijn slag te slaan. Hij start aan de tijdrit met 10 seconden achterstand op Carapaz. Maar Roglic is beter in deze discipline, dat bewijst hij ook. De Amerikaan Barta zat nog in de hot seat met de beste tijd, tot Roglic daar 1 seconde onderduikt. Roglic wint de tijdrit en wordt ook de nieuwe leider. Want de vorige rode truidrager Richard Carapaz uit Ecuador verliest vandaag 49 seconden. De schade beperken heet dat dan. In het klassement volgt hij op 39 seconden. Carty op 47 van Roglic. Beautiful, hè? Just nice. It was a long time since at least I win a time trial and he's a super nice day. Dat zal wel. Er is nog één echte bergrit in deze Vuelta zaterdag met aankomst op La Covatia. Morgen voetbalclub Brugge alweer op het allerhoogste niveau. De Duitse topclub Borussia Dortmund is dan de tegenstander van club op de derde speeldag van de Champions League. Club speelt thuis en de trainer Philippe Clement heeft een groepsgesprek gehouden met zijn spelers. Dat was nodig, want afgelopen weekend gaf club een 2-0 voorsprong tegen KV Mechelen uit handen en Clement reageerde achteraf furieus. Hij hoopt morgen vooral op een reactie. In de perszaal van Club Brugge zei Philippe Clement vorige zaterdag dat hij razend was over een gebrek aan mentaliteit bij zijn spelers. Op diezelfde plek komt hij uitleggen dat hij dat na een groepsgesprek achter zich wil laten. Na die ochtend is dat ook helemaal weg bij mij. Ik heb ook een goede reactie gezien op training, op die twee dagen. Dus is dat voorbij. Misschien wordt er wat meer commotie rondgemaakt omdat ik niet de persoon ben die snel kwaad wordt. Na de wedstrijd tegen Mechelen wil niet enkel alleen de coach een antwoord, maar ik denk dat de spelersgroep dat ook wil. En dat is ook uit die gesprekken gebleken. En iedereen was heel erg gretig om de volgende wedstrijd aan te vatten. En het is net iets gemakkelijker om dat dan te doen tegen een geweldige tegenstander zoals Dortmund in de Champions League. Dat is inderdaad het voordeel van voetbal. Je kan niet te lang stilstaan, want er komt altijd een volgende match. Die van morgen is er één tegen de beste ploeg uit de groep. Dortmund is niet alleen de club van Rode Duivels Witzel, Meunier en Thorgan Hazard, maar ook van topspits Haaland. Wij gaan er iets tegenover moeten stellen. Om proberen ook meer de bal te hebben en ook proberen te voetballen. Want als je alleen achteruit gaat, dan kun je eens ene keer om de 10 keer of om de 20 keer eens een hele gelukkige dag hebben. Maar in al die andere gevallen dan ga je met een nederlaag naar huis. Bij club staat er nog een vraagteken achter de naam van verdediger Deli. Iedereen is gisteren getest op corona en bij hem is vandaag een tweede test afgenomen. Wellicht testte hij dus positief, maar Clement geeft geen details. Daar ben ik niet mee bezig. Ik zal morgen zien wie dat er beschikbaar is van mijn kern, wel of niet. Dat zijn de tijden dat we nu in leven. Ja, nu hoorden we het daarnet al. Borussia Dortmund met 3 rode duivels is morgen de tegenstander van Club Brugge. Vanmiddag trainden ze nog in eigen land. Hier zien we onder meer Thorgan Hazard, die nog wat aan het dollen is met een ploegmaat, en Axel Witzel. Dortmund heeft 1 punt minder dan Club Brugge. Het won van Zenit Sint-Petersburg, maar verloor van het Italiaanse Lazio, terwijl Club vorige week 1-1 gelijk spelen tegen de Italianen. Opvallend wel, Dortmund met hier de derde rode duivel, Thomas Meunier, reist vanavond laat pas naar ons land en zal morgen na de wedstrijd onmiddellijk terugvliegen naar Duitsland. Dat heeft allemaal te maken met de coronadreiging in ons land. C'est vrai que la situation est catastrophique et ce déjà depuis des mois. Je pense que voilà, il y a eu pas mal d'incompréhension
de la part de la population, du gouvernement aussi. Et je pense que la communication n'est vraiment pas bien passée. Et voilà, je crois qu'à un moment donné, on aurait pu réagir, mais je suis très content d'être en Allemagne, à vrai dire. Le fait d'avoir 3 enfants, la famille ici, et d'être surtout bien entouré et bien encadré par le club, médicalement parlant, voilà, c'est super important et ça nous rassure. Je kan Meunier geen ongelijk geven. Ook in ons voetbal testen er al veel spelers positief. Nu ook een trainer, Wim de Dekker, de coach van A-Gent. Hij reist morgen dus niet mee naar Servië voor het Europa League-duel van donderdag tegen Rode Ster Belgrado. De profs kunnen nog voetballen, maar voor alle amateursporters ziet de wereld er helemaal anders uit. Niet alleen zijn de trainingen en de wedstrijden weggevallen, ook de inkomsten van de clubs zijn opgedroogd. Alleen jonge kinderen kunnen wel nog trainen of deelnemen aan een sportkamp. Wij trokken naar een hockeyclub in Mechelen. En go! Ondanks corona kunnen deze min-12-jarigen toch hun hart ophalen op dit hockeykamp. De clubs blijven op die manier ook een beetje draaien, maar een grote bron van inkomsten is dit niet. Het is niet zo dat dit kamp nu een groot verschil maakt voor ons op het financiële verhaal. Ik denk dat we dit initiatief vooral moeten zien als een gegeven waarin we blij zijn dat we voor de jongste jeugd sport in buitenlicht kunnen aanbieden. Deze hockeyclub in Mechelen telt 950 leden. De kantine draait in normale tijden beter dan eender welk Mechels café, maar is nu ook voor de tweede keer gesloten. Als je eigenlijk beide lockdowns gaat optellen, dan ga je naar een bedrag dat rond de 150.000 euro zit qua verlies op horeca. De eetfestijnen en zo verder, de evenementen, die kunnen ook allemaal niet doorgaan. Ja, 40-50% van het inkomstenbudget valt gewoon weg. Intussen blijven sommige kosten natuurlijk doorlopen. Leningen, verzekeringen, onderhoud van de terreinen. En soms vragen ouders door het wegvallen van trainingen en wedstrijden ook een deel van het lidgeld terug. Als ik voor eigen huis mag spreken, dan ben ik heel blij om te zeggen dat op heden al onze leden echt mee met ons verhaal denken en vooral aan het welzijn van de club denken. Maar wij horen natuurlijk ook de verhalen van elders, waar dat jammer genoeg niet het geval is en waar er wel heel veel vragen zijn naar financiële compensatie. En voor die clubs kunnen wij ons heel goed inbeelden dat het momenteel zwart voor de ogen is. Amateurclubs kunnen rekenen op coronasteun van hun federatie, hun stad of gemeente en van Sport Vlaanderen. Maar dat maakt de verliezen die gemaakt worden niet goed. Het probleem stelt zich binnen de komende maanden, volgend jaar, het jaar daarna. Dus er moet een lange termijnplan komen hoe we de sportclubs terug op de been gaan krijgen. Een soort van herstelplan daar ook. Ja, ook al kan het niet altijd meer bij een sportclub, Martien, maar blijven bewegen. Ja, dat is zo belangrijk. Afstand houden en contacten beperken. Ja, dat we kunnen ook, het niet genoeg herhalen. Dank je wel, Maarten. De Crystal Ship, het straatkunstfestival dat in Oostende al enkele jaren gevels laat beschilderen door internationale kunstenaars, heeft er een nieuw pronkstuk bij. De Britse kunstenares Helen Burr portretteerde in 5 dagen een beroemde Oostendenaar op de zijmuur van het stadhuis. En die Oostendenaar kwam vanmiddag naar zijn beeldenis kijken. Onze ploeg was erbij. Helen Burr legt de laatste hand aan haar metershoge portret. Normaal beeldt ze in haar werk alleen onbekende mensen af, maar voor deze ene keer wijkt ze af van die lijn. Normally that it doesn't interest me actually to portray a celebrity because then it's just this figure, you know. But in this case, I felt really a strange connection to this person. I sensed that he was a really special character. En dat speciaal karakter dat heeft Arno inderdaad. Met een sjaal van zijn geliefde voetbalploeg KV Oostende om de hals kwam hij vanmiddag kijken naar zichzelf. En hij reageerde op zijn Arno's. Ik zag een kennemantal in een riksje. Dat mooi vindt. En dan mijn hoede. Zonder Viagra. Ik ging nog naar apotheker gewoon achter Viagra, maar nu kan ik dat niet meer nodig. Arno krijgt ook een kleine versie van de muurschildering mee voor thuis. Het kleine en het grote schilderij zijn gebaseerd op een foto van 15 jaar geleden. Of hij daar nu nog op lijkt, weet Arno niet. Ik claim vandaag. Gisteren bestond niet, maar morgen bestond ook niet. Het is vandaag. Ik profiteer nu van u. Zeg, maatje, het zijn nog vele kosten naar mij. Verstoor je het? Street Art Festival The Crystal Ship vond dat Arno nu in Oostende een groot kunstwerk verdient als hommage. En niet over 10 of 20 jaar. Ik vind het altijd zo spijtig als dat gebeurt na de dood van iemand. Ik vind het altijd heel spijtig dat dat ook iemand eren als die nog onder ons is. Dan heeft Arno er zelf ook iets aan natuurlijk.
Arno is trots op zijn metershoge portret en hij is blij dat het zo hoog aan de gevel bestand is tegen wildplassers. Ik ga geluk tegen de muur pissen ze. Maar je moet toch een rood pietje voor een foto wordt het niet goed. Arno, we kijken nog naar de weerkaarten. Vannacht verdwijnen de buien en komen er meer opklaringen. Minima tussen 0 en 6 graden. De nieuwe dag begint grijs, daarna wordt het droog en rustig weer met zonnige perioden. En maximumtemperaturen rond 10 graden. We hadden in dit journaal natuurlijk veel aandacht voor de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. De Amerikanen kiezen tussen Donald Trump of Joe Biden als bewoner van het Witte Huis de komende 4 jaar. Als u vanavond en vannacht bij VRT Nieuws blijft, dan zult u niets hoeven te missen van deze belangrijke en spannende verkiezingen. Dank dat u nu al bij ons was. Nog een mooie avond. I voted for the greatest president in history, Donald J. Trump. I expect to see Biden win and Trump be dragged screaming by his fingernails from the office. I'm hoping we see some change, which is also what she said. Yeah, so I voted for Biden. I don't know, kind of lesser two evils for me. De zenuwen tot hier bijna, want ze zitten nog altijd met die kater van 4 jaar geleden. Hè, toen de peilingen ook winst voor Hillary Clinton voorspelden. Hij is er gerust op, zegt hij. Hij denkt dat de overwinning groter zal zijn dan in 2016. De peilingen wijzen in een andere richting. Vanavond of vannacht, jullie tijd, zullen we weten of dat klopt of niet. Met de app van VRT Nieuws volg je alles over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Download nu gratis onze app.